Wie het afgelopen half jaar met de fiets naar het centrum kwam, kon zijn stalen ros gratis kwijt in een bewaakte stalling. Dit was een experiment van het stadsbestuur dat hiermee hoopte dat er minder fietsen door het centrum zouden slingeren. Naast het gratis stallen werden er rond de weekenden ook extra fietsrekken geplaatst. Verder werden rode lopers uitgerold om de ingang van winkels vrij te houden. Volgens burgemeester en wethouders is het experiment zo goed geslaagd dat ze door willen gaan met de acties. De fietsenstallingen in de binnenstad blijven gratis. We houden het wel nauwlettend in de gaten. Het gaat nu beter. Er staan minder wild geparkeerde fietsen. De plekken waar heel veel fietsen stonden, die zijn nu vrij door middel van de rode lopers. Maar we houden het in de gaten. Op het moment dat het weer uit de hand loopt, gaan we kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar op dit moment ben ik redelijk tevreden. Ook de fietsers zijn erg te spreken over het aanbod gratis te stallen. Ja, op zich voor de winkels wel heel erg goed natuurlijk dat ze geen fietsen voor hun deur hebben. Ik vind het wel handig om goede fietsenstallingen te hebben, namelijk liefst wel gratis, zodat je daar je spullen neer kunt zetten. Want als je het betaald maakt, dan zet toch iedereen hem ergens anders neer. Is het een extra stimulans dat het nu gratis is? Ja, voor mij wel. Hoewel het niet zo duur was, heb ik gehoord, maar als ik weer moest betalen, zou ik dat ook doen, maar zo doe je het veel sneller. Het voorstel van de wethouder wordt in de eerstvolgende raadsvergadering besproken.